Meneer Meijer, waar gaat het vanavond over? Het gaat hier over een pakket sociale maatregelen dat het college zegt te zullen nemen. Maar er zijn nogal een paar vragen bij waar we toch hele duidelijke antwoorden op willen hebben. Zo wordt dit hele pakket gefinancierd, onder meer met een bedrag van 1,9 ton. Wat eigenlijk niet uitgekeerde bijzondere bijstanduitkeringen en leenbijstanduitkeringen zijn. En dan wil ik wel eens even goed weten hoe het komt dat die niet uitgekeerd zijn. Want het moet natuurlijk niet zo zijn dat mensen geen uitkering krijgen en dat aan de andere kant het sociaal programma van het college ermee gefinancierd wordt. Goedenavond, dames en heren. Het is 7:02. We hebben de tweede ronde van het gesprek over de sociale maatregelen die we willen voorstellen. Om juist een impuls te geven aan de armoedebestrijding hier in de stad. We doen al heel veel. Maar we proberen nu met een groot aantal voorstellen, van zo'n instellen van een sociaal fonds tot aan de huisvesting van de sociale banken en nog een aantal maatregelen, impuls te geven daaraan. En vooral in de samenspraak, wat doet de gemeente en wat doet het maatschappelijk initiatief? Ik dacht dat ik een stuk of 3, 4, 5, 6 keer duidelijk mijn standpunt gemaakt had. De vraag moet er zijn, betaalt geen ene persoon die bijstand krijgt, betaalt die uiteindelijk het programma wat het college hierin indient? Als dat zo is, is dat niet aanvaardbaar. Want behoeftes zijn er zat. Nou, dat is wel duidelijk. In deze tijd, 1000 mensen bij 2 voedselbanken. Ik hoor net weer dat bij Voedselfocus ook weer het aantal cliënten stijgt. Dus dat zijn inderdaad barre tijden. En de sociale overheid moet alles doen om die mensen perspectief te geven. Want ik krijg steeds meer de indruk dat eigenlijk feitelijke beslissingen over het krijgen van voorzieningen zo op die manier bij particuliere organisaties komen te liggen. En dan is er weliswaar een soort terugkoppeling. Maar hoe weten wij dat eigenlijk de gemeente dat afpoeieringsbeleid op die manier niet voortzet? Het belangrijkste is, er is gewoon noodzaak om daar wat aan te doen. De stad vraagt erom. We zien ook nieuwe groepen in de armoede terechtkomen. Daar hebben we echt zoiets als college. Daar moeten we nu van zijn en volop acteren. Wij hebben toen de tijd afspraken gemaakt wanneer de cijfers boven tafel komen. Hoe we dat onderzoek gaan leveren. En u vraagt nu het onmogelijk om nu tussentijds op basis van weinig data een evaluatie te voeren. Daar voel ik niets voor. Wij hebben hier gewoon de policy. Wij zijn er voor de mensen die aanvragen. We stimuleren mensen om aanvragen in te dienen. De evaluatie doen we op basis van cijfers, conform de afspraak die wij met u gemaakt hebben naar de derde monitor te verwachten in april volgend jaar. Voorzitter, de wethouder draait om de zaak heen. Ik stel een heel concrete praktische vraag. Wat gebeurt er met de mensen die zich melden en ik krijg daar geen antwoord op? Heeft u meneer Meijer nog een beetje gerust kunnen stellen? Nou, ik vind het toch wel heel knap hoe meneer Meijer interpretatie geeft van sommige woorden. Gelukkig werd het niet gedeeld door de rest van de raad. Maar dat geeft toch wel wat eenzijdig blik op hoe wij zijn op dit moment. Ik denk dat wij hier met sociale zaken en met sociale maatregelen echt iets heel knaps voor elkaar hebben. Met veel problemen in de stad, maar we zijn er heel nadrukkelijk van. En er was breed draagvlak voor. En die monitor, die moet straks precies inzicht geven van hoe en wat. Nou ja, ik vind het goed om dingen te evalueren, daar zijn we ook van. Maar dat doe je op basis van goede cijfers en goede overzichten die er zijn. En niet tussen de regels door. Dat doet geen recht aan de discussie. Wij brachten een geweldig plan als burgerinitiatief voor een slecht gebied in de stad, een verloederd gebied in de stad, de Zonnehof. En wat is het idee? Wat moet ermee gebeuren? Wat we ermee willen is het weer terugbrengen naar eigenlijk een situatie van 1959, toen het Rietveldpaviljoen werd gemaakt. Toen was het een klein stadspark, waarbij er wel verkeer was, maar bescheiden. Dus de auto is er te gast, maar wel een mooie verblijfsfunctie, verblijfsplek voor de stad. Dat is het nu absoluut niet meer. En wij denken dat met heel weinig middelen, denken we dat voor elkaar te krijgen. Een initiatief om een stukje stad wat nu zieltogend is, om dat nieuw leven in te brengen. Een transformatie van het plein, de Zonnehof, naar een groen pocketpark, zoals het heet. Het moet weer een plezierige plek zijn om te zijn. Op dit moment, jullie kennen ongetwijfeld de Zonnehof. Je zet je auto daar en je probeert zo snel mogelijk weg te zijn, want je hebt daar niets te zoeken. Het is niet en dat kan anders? Dat zou absoluut anders kunnen in onze optiek. En met betrekkelijk weinig ingrepen door het vergroenen van het plein, er staan prachtige bomen. Dus daar hoeft weinig aan gedaan te worden. Dus het is een kwestie van bestrating weghalen, groen inzaaien, groen gas, graszaad. Maar wat minstens even belangrijk is, is het autoluw maken uiteraard. Maar ook de woonfunctie weer herintroduceren aan het plein. Ik woon namelijk om de hoek van het Zonnehof.
Inmiddels. Ik kwam uit het ligt u heel na aan het hart. Het ligt me heel na aan het hart. Maar ik ben het helemaal eens met initiatiefnemers. Dit is natuurlijk een locatie, mooi gelegen, die jarenlang puur verwaarloosd is. En dat vinden vele Amersfoorters met mij, vinden dat toch ook wel het hoogste tijd worden om dat eens aan te pakken. In het algemeen vind ik het heel belangrijk dat de stad vertegenwoordigers heeft. Ik woon nu 40 jaar in Amersfoort en meen de stad in allerlei facetten te kennen. Ik was 13 jaar toen ik hier kwam wonen. Ik vind het een heel interessante stad. Die is, vind ik, gelukkig gegroeid. Is er eigenlijk alleen maar beter op geworden. Die heeft een bepaalde kwaliteit in zich. En ik denk dat we ervoor zijn om met z'n allen de stad te verbeteren. Door wie bent u uitgenodigd? Door de raad. U bent gast van de raad? Gast van de raad, ja. En ja. Hoe bevalt dat? Nou, ik vond het heel erg leuk om het mee te maken, want ik had geen idee. Dus dat was voor mij ook wel een reden om te zeggen van, nou, ik wil dat wel doen. Ik vond het gewoon heel leuk om mee te gaan. En ja, ik heb wel één ding wat ik graag veranderd zou willen zien. Alle verkeersdrempels weg. Alle verkeersdrempels weg? En gewoon weer racen? Nee, iedereen rijden vanuit het besef, ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid van ieder ander op de weg. Ik zit op het Hogeland College in Amersfoort en daar is de heer Stoelinga mijn rector. En ik heb al vanaf mijn 7e de ambitie om politiek actief te worden. En het liefst richting het torentje. Dat is het uiteindelijke doel. En nu kom je hier kijken hoe het politieke ambt in zijn werk gaat. Ja, en ook omdat ik denk dat je lokaal moet beginnen. Want je kunt natuurlijk niet gelijk het torentje in. Ik zou het maar al te graag willen, maar... Is meneer Stoelinga er ook een advies bij gegeven voor welke partij je dan iets moet gaan doen? Nee, dat niet. Maar hij vroeg mij van goh... Met welke partij wil je dat de contact opnemen? Nou, ik ben met de PvdA en met de D66 momenteel in gesprek. En dat zijn hele constructieve gesprekken. Dat zijn gesprekken waar je echt wat mee opschiet. Dan, het is een beetje een aantal huishoudelijke procedurele opmerkingen. Heeft de heer Hinlopen, raadslid tot vorige week, fractievoorzitter van de PvdA, een verzoek gedaan om uw vergadering te mogen toespreken? En ik stel u voor om hem die mogelijkheid te bieden. Mag dat op uw instemming rekenen? Dat is het geval. Dan wilde ik graag vragen aan de heer Hinlopen om hier plaats achter het katheder te nemen. En nu is het woord, meneer Hinlopen. Dat is een heel bijzonder moment. Het is ook een moment waar je niet naar uitkijkt wanneer je in de raad zit. Maar het was een onvermijdelijk moment en dat hebben we vanavond beleefd. Door een gebrekkige interne controle in de Stichting Partij van de Arbeid actief, bleef deze verduistering onopgemerkt. Ook tijdens mijn fractievoorzitterschap vond bovengenoemde verduistering plaats. Ik heb daar als fractievoorzitter verantwoordelijkheid voor genomen. En ik ben afgelopen dinsdag afgetreden als fractievoorzitter en als raadslid. Het hoort voor iedereen duidelijk te zijn dat wanneer je in de politiek een bepaalde functie hebt en dan gaat iets binnen jouw fractie mis, hoor je daar de politieke verantwoordelijkheid voor te dragen. En dat doe ik door terug te treden. Dat doet u manmoedig, maar met pijn in het hart, neem ik aan. Dat hebt u mooi samengevat. En u heeft een prachtig afscheidswoord gesproken. Zien we u inderdaad terug? Misschien. Daar kun je nu nog niks over zeggen hoe de toekomst eruit ziet. Blijft natuurlijk wel heel actief in de Partij van de Arbeid. Nou, dit was het. Ik wens u het allerbeste. Dank u wel. Wij danken u hartelijk voor de inzet. Niet alleen in het afgelopen periode hier in de raadzaal, maar u was natuurlijk ook al daarvoor betrokken bij het werk van onze gemeenteraad. Ik heb het gevoel dat wij u gewoon nog terug gaan zien. Maar dat is mijn persoonlijke gevoel. Desalniettemin ga ik u nu een bos bloemen aanbieden. En heel hartelijk dank en tot ziens. Bedankt voor uw inzet voor de stad en we hopen gewoon tot ziens. Wellicht. Het allerbeste weer. Uw vrouw is vermoedelijk niet erg ontevreden dat u vermoedelijk weer veel meer thuis bent? Nee, ik moet zeggen dat mijn bericht om af te treden werd, iedereen vond het ook jammer, maar is het ook de andere kant aan de zaak dat je wat meer vrije tijd hebt
meer tijd voor andere dingen, weer meer tijd voor je vrouw en voor onze jongste dochter die nog thuis woont. De oudste drie die zijn al de deur uit, dus ja, dan wordt het leven iets anders. Dat zal ook wel even wennen zijn, ja. Ja, maar het is toch wel een aardige man om in huis te hebben? Jazeker, absoluut. En uw dochter is blij, dat pa? Heel blij, heel blij. Ja, zit in de examenjaar, dus er is best wel wat aandacht voor haar ook nodig. Dus in dat opzicht is het wel heel goed. Kan pa helpen met het huiswerk? Jammer, het is ook wel heel erg jammer. Het is vooral erg jammer. Heeft hij een keurig afscheidswoord gehouden? Zeker, dat heeft u zeker heel goed gedaan. Dus wat dat betreft ben ik wel trots op hem. Bij besluit van de voorzitter van het Centraal Stembureau van 10 december 2013 is de heer R.A.P. Smulders benoemd verklaard tot lid van de raad in de vacature, ontstaan door het ontslag nemen als zodanig van het lid van de raad de heer E. Hinlopen. Ik word geïnstalleerd en moet je daar blij mee zijn? Ja, natuurlijk. Toch, er is wel wat gebeurd binnen de Partij van de Arbeid. Daar zijn heel veel dingen al over bekend. En dan word je geïnstalleerd en ga je je best doen voor die partij natuurlijk. En dat is mijn inzet. En dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloofd. Dan mag ik u van harte feliciteren met de benoeming tot lid van de gemeenteraad van Amersfoort. Gaat u specifiek uw schouders onderzetten? Nou, wij gaan nog een aantal posten verdelen. In principe ruimtelijke ordening, onderwijs, dat zijn wel speerpunten, maar ook economie. Nee, ik ook niet hoor. Deze stad heeft wel wat nodig. Economisch gezien denk ik dat er wel wat mag gebeuren. Zeker in deze tijd. We zien ook mensen toch er doorheen zakken nu. Daar moeten wij een antwoord op hebben. En dat hebben we. En dat gaan we in de verkiezing ook vertellen.